11 maart 1913. Het kasteel in het Gelderse dorpje Baak krijgt een nieuwe erfgenaam, Werner Helmig. Werner groeit op met de opdracht het landgoed te beheren, zodat hij het kan doorgeven aan een volgende generatie. 10 jaar na Werner Helmig wordt mijn vader Jan Schutte geboren, op een pachtboerderij aan de rand van hetzelfde dorp. Als hij 12 jaar oud is, verliest hij zijn moeder. Vanaf dan is hij wees. Zijn stiefvader haalt hem van school. Hij moet thuiskomen om te werken op de boerderij. Zijn plek in de maatschappij lijkt vast te liggen. De levens van Werner Helmig en Jan Schutte hadden niet verschillender kunnen beginnen. Maar 18 jaar nadat Jan van school is gehaald, wordt hij directeur van de lokale bank. Een paar jaar later moet Werner om financiële redenen afstand doen van het kasteel. Hij was de laatste kasteelheer van Baak. In de 20e eeuw veranderde de samenleving razendsnel. Dat zie je aan de levens van de dorpsgenoten Werner Helmig en Jan Schutte. Hun verhaal staat symbool voor hoe de bevoorrechte klasse plaats maakte voor de gewone man. Dit verhaal is het onderwerp van mijn nieuwe boek, De Laatste Heer.